Denise Zwam van Sarenhuis. Denise, wat is Sarenhuis? Sarenhuis is een mantelzorg ondersteunende organisatie die in deze regio per 1 juni gestart is. Wat doen jullie voor activiteiten? Onze activiteiten zijn de ouderen ondersteunen in de dagelijkse dingen die ze doen. Eigenlijk wat de kinderen doen, dat doen wij ook. En wij zorgen dat de mantelzorg niet overbelast raakt. Doen jullie ook medische zaken? Wij doen absoluut geen medische zaken, want daar zijn we niet voor gekwalificeerd. Nou, de mensen die bij jou werken, hoe ziet zo'n gemiddelde werkdag eruit? Zo'n werkdag ziet eruit naar de wens van de cliënt. De cliënt mag aangeven wat hij of zij heel graag gedaan wil hebben. En dat kunnen kleine huishoudelijke taken zijn, zoals een wasje draaien. Maar wij gaan ook 's avonds naar de cliënt toe om een lekkere maaltijd te koken. En het kan ook zijn dat wij de hele dag met de cliënt op stap gaan naar Amsterdam. We gaan een eentje wandelen. We proberen het wandelen en het naar buiten gaan te stimuleren. Maar alles gaat naar regie van de cliënt. Wat heeft de coronaperiode voor invloed op jullie werk? Nou, de coronaperiode heeft in ieder geval voor mij een hele grote invloed gehad. Ik zou per 1 april starten. En dat is uiteindelijk uitgesteld naar 1 juni. Omdat wij ook onze SAARS in veiligheid wilden houden en blijven houden. En ook voor de cliënten, die durfden het niet aan om dan zeg maar nog met ons de diensten aan te gaan. En per 1 juni merken wij wel dat de eenzaamheid bij de ouderen onder ons nog groter geworden is dan dat die al was. Nou, bestaat er altijd een band tussen cliënt en een SAAR van jou? Waaraan moet een SAAR voldoen? Een SAAR die moet aan diverse dingen voldoen. En dat gaat om respect en werken met het hart. En de wijze lessen van het leven geleerd hebben. Zodat wij ons in kunnen leven in de oudere mensen. Om die te ondersteunen bij de dingen die ze zo hard nodig hebben. Een mooie uitspraak. De wijze lessen van het leven. Wat verstaan jullie eronder? Nou, de gemiddelde leeftijd van onze saartjes zijn vanaf 40 jaar. En die hebben al heel veel dingen meegemaakt. Die hebben een arbeidsverleden achter de rug. Die hebben kinderen gekregen. Niet allemaal natuurlijk. Maar die hebben zoveel meegemaakt in het leven dat het inlevingsvermogen in de oudere mens veel groter is geworden dan een jonge dame van 20 jaar. Nou, is er heel veel verdriet om het feit dat kinderen hun ouders niet mogen bezoeken. Dat is vaak in verzorghuizen. Is dat ook thuis? Thuis is dat anders. Inmiddels mag er weer gewoon bezoek. En wij adviseren ook nog steeds van Sarenhuis. En dat nemen we zelf ook in acht. Wij volgen de regels van het RIVM. En wij houden ons aan de 1,5 meter afstand. En wij adviseren dat ook naar de kinderen. Maar veelal zien we dat de kinderen wel weer gewoon bij de ouders op bezoek komen. Het is de tijd van samenwerken. Met wie werken jullie samen? Wij werken samen met Karijn Plus. Iedereen die een ledenpas heeft van Karijn, die krijgt 5% korting. En er zijn diverse zorgverzekeringen die ook een vergoeding geven voor het mantelzorgen. En als u daar belangstelling voor heeft, kunt u met mij contact opnemen en dan ga ik dat helemaal voor u uitzoeken. Je zegt een vergoeding van de verzekering. Betekent dat dat mensen daar in principe voor verzekerd kunnen zijn? Je zou daar verzekerd kunnen zijn, maar dat is niet iedere verzekeringsmaatschappij. Dus daar moet even goed naar gekeken worden. Je hebt de mensen in de wijk, zoals dat heet. Hoe praat jij met je medewerkers? Waar praten jullie over? Wij praten vooral met elkaar en wij praten over de ervaringen die de dames dan zeg maar opdoen bij de cliënten, zodat we van elkaar kunnen leren. Nou, kan je een verdrietige ervaring opdoen. Hoe wordt dat bij jullie aangepakt? Wij gaan daar met z'n allen voor zitten, dus je kunt een beroep doen. Dat begint dan zeg maar bij je collega's, want er wordt een team gevormd in de wijk waarin je werkt. En je kan dat uiten in een app en wij gaan daar tijd voor vrijmaken met elkaar om dat soort dingen te bespreken. Want er is verdriet genoeg. De samenleving vergrijst. Hoe zie jij de toekomst voor ouderen? Ik denk dat, zoals je nu al ziet, moeten de ouderen veel langer thuis blijven wonen. En dat is ook prima, want ik denk dat iedereen het gelukkigste is in zijn of haar eigen thuissituatie. Maar ik denk ook dat we daar als maatschappij verantwoordelijk mee om moeten gaan. En dat we de mensen moeten ondersteunen waar nodig is. Maar dan komt het woord geld in beeld. De overheid moet dan toch maar gaan dokken? Ik vind dat de overheid daaraan mee moet gaan betalen. En de zorgverzekeraars gaan daar al in mee. En we proberen ook de gemeente zover te krijgen. Alleen zijn we nog niet zover, maar we doen daar onze uiterste best voor. Ten slotte natuurlijk de bekende vraag. Wat is leuk aan je werk? Mijn werk is geweldig. Ik maak mensen blij. Ja, ik zorg dat mantelzorgers niet meer overbelast zijn. En de cliënten die zijn blij met de komst van de SAAR en die knappen daar helemaal van op. Aandacht doet alles.